Maandag start de week van de mobiliteit. Dus hoog tijd om Steve nog eens uit te nodigen. Dag Steve. Hallo. Steve, de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september staat, verbaast ons niet, alle in het kader uiteraard van duurzaamheid, hè, netwerk duurzame mobiliteit. Maar ik dacht, het is toch eens tijd om eens te kijken waar Testaankoop zo al mee bezig is als het gaat over die topics rond mobiliteit. Ja. Dus één daarvan, denk ik, is de Euro NCAP. Ja, het treft, hè, want gisteren zijn de nieuwe resultaten voorgesteld. Ja. En grotendeels zijn die goed. We hebben een 5-sterren-notatie na de crashtestresultaten voor een Audi Q6, voor de Xpeng 6, voor een aantal modellen van Subaru. Iets daaronder met 4 sterren zijn 2 modellen van Renault, maar we zijn eigenlijk vooral teleurgesteld in de resultaten van de Jeep Avenger, die slechts 3 sterren haalt. Oei. Ja, en dat is eigenlijk een... het gaat dan specifiek technisch gaat het dan over het autonoom remsysteem. Die moet tussenkomen in gevaarlijke situaties. En eigenlijk zou die de bestuurder moeten waarschuwen in een aantal scenario's. Dat doet het niet. En in extremis zou dat systeem een ongeval moeten kunnen vermijden. En dat doet het ook niet. Oei. Vandaar de logische 3 sterren voor veiligheid voor die Jeep Avenger. In tegenstelling dat hij wel een aantal prijzen gewonnen heeft tot auto van het jaar, maar dus zeker niet de veiligste auto van het jaar. Nee, want 3 op 5 is niet gebuist. Maar ook niet denderend. Echt niet, als we dan specifiek kijken naar dat luik van veiligheidsassistentie, scoort hij maar 53 op 100 en dat is bijna wel gebuist. Ja, ja, daar mocht ik niet mee thuiskomen vroeger. Nee, ik ook niet. Dus die NCAP, ja, wie NCAP zegt, Euro NCAP, zegt tegenwoordig ook die Green NCAP. Ja. Dieselgate heeft ons geleerd dat we eigenlijk de fabrikanten niet echt kunnen geloven als het gaat om emissie- of verbruikcijfers. Ja. Vandaar dat we met de groep van Euro NCAP op zoek zijn gegaan naar een manier om de consument daar beter over te informeren. En dat is dus Green NCAP geworden, waar dat we eigenlijk precies hetzelfde doen als bij Euro NCAP, maar voor hoe milieuvriendelijk is die auto nu. En welke luiken vallen daar dan onder? Daar gaan we kijken naar de emissies van schadelijke uitstoot, dus emissies die schadelijk zijn voor de mens, naar het verbruik en de efficiëntie van de auto, maar ook naar de uitstoot van broeikasgassen die dan weer schadelijk zijn voor het milieu. Ja, dus dat is veiligheid. Hè? Die Euro NCAP gaat allemaal over veiligheid. Milieu. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de volledige autotesten? Want ik denk aan comfort of wegligging. Ja. Dat zijn ook allemaal heel belangrijke dingen die om te testen. Die organiseren wij ook samen met ons labo. En daar gaan we inderdaad kijken naar alle aspecten van de auto. En meer dan 400 criteria worden daar getest. En het is als het ware of dat we de auto binnenste buiten keren en zo een compleet testresultaat kunnen aanbieden aan de consument. En wat komt daaruit? Mogen we dat delen? Ja, ja. Ja? Ik geef een concreet voorbeeld hoe dat we ook kunnen een veiliger samenleving maken voor de consument. U herinnert zich misschien nog meer dan 20 jaar geleden dat de Zweden een elandtest hebben uitgevoerd op de Mercedes A-klasse. Nee. Elandtest Moet ik mij dat herinneren? Dat kan. Ik herinner me... 20-jarig meisje. Nee. Ik denk dat het eind jaren 90 was. Ja? En elandtest, specifiek voor Zweden. Ik heb vorig jaar op de weg een eland tegengekomen. En je wilt daar niet mee een botsing maken. Dus vandaar dat die Zweden een uitwijkingstest hebben georganiseerd voor de eland. Elandtest. Het dier. Het dier, ja. Ja, ja. En die zijn met 5 journalisten in de A-klasse over kop gegaan. Oei. Ja. Dus dat was vrij spectaculair. En dat was eigenlijk de aanleiding voor Mercedes om het ESP-systeem versneld in te voeren in de gewone modellen. ESP was vroeger voorbehouden voor de luxe modellen. Maar snel over naar vandaag. Ook vandaag zien we dat bijvoorbeeld de Smart nummer 1 problemen heeft op diezelfde test. En dat blijkt dus dat het ESP-systeem niet voldoende snel ingreep. Ja, dus dat is datzelfde systeem waar dan de Jeep heel slecht op scoorde. Dus nog dat is nog iets anders. Net iets Sorry, anders, ik ben geen auto-expert. Maar we zijn dus in contact gekomen met de mensen van Smart en die hebben door onze meetgegevens hun ESP-systeem geherprogrammeerd zodanig dat alle bestuurders van de Smart nu kunnen beschikken over een veiliger wagen. En daar moeten al die Smart eentjes naar de garage voor gaan? Of? Vroeger was dat zo. Dat was dan een recall action. Dan moest de consument met de auto naar de garage. Maar nu wordt dat allemaal over de air geüpdate en moet de consument eigenlijk niks meer doen.
het werk zit bij de fabrikant. Dat is wel... dat is impressive eigenlijk, mm-hmm. hè? Ja, ja, absoluut. Oké, dus die volledige autotest, moeten we daar nog iets over zeggen? Niet echt, nee. Alle resultaten zijn beschikbaar op onze website. Ja, ja, uiteraard. Steeds, ja. Ja, 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 absoluut. Mensen moeten zich zeker abonneren op de website om al die info te krijgen. Wist ik dat maar eerder, Steve. Bij een vorige aflevering ben je ook langsgekomen, hebben we het gehad over de zomerbanden. Klopt, ja. Wanneer gaan we het eens hebben over de winterbanden? Ik stel voor dat u mij uitnodigt binnenkort, want we zijn nu bezig met de verwerking van de meetresultaten van winterbanden. We hebben al resultaten van all-seasons banden. Ja. Maar over die winterbanden van ook heel wat te zeggen. We hebben twee maten getest. Sommige zijn daarvan heel goed, maar we zijn ook heel teleurgesteld in één specifieke band die slechts 2 op 100 haalt. Oei. En dat is toch wel belangrijk om 2 op 100? Ja, volgende keer dieper op in te gaan en de mensen te verwittigen dat die liever die band niet. Wanneer kom je daarover vertellen? Wanneer moet ik u uitnodigen? Ik denk eind september. Begin oktober zullen die resultaten wel publiceerbaar dan zijn. Dan gaan we het dus want zeker... we hebben afgesproken met alle consumentenorganisaties om samen te berichten, omdat het ook wel spectaculaire resultaten zijn. Ja. We gaan afronden met terug te komen op die week van de mobiliteit. Mm-hmm. Ik las op hun website dat het vooral gaat over dat duurzame aspect. Dat betekent verminderen, spreekt voor zich. Mm-hmm. Hè? Minder proberen te verplaatsen. Maar ook verschuiven. Ja. Dus als het kan, nemen we de fiets, mm-hmm. de step, ik weet het niet. Daar gaan we het over hebben. En verschonen, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar dat verschuiven, dan denk ik dus aan e-bike. Ja, we zijn dus niet alleen bezig met koning auto, zoals men zegt. Maar... in het verleden hebben we al verschillende aantal fietstesten gedaan, waaronder kinderfietsen, vouwfietsen, mountainbikes. Maar we zien dat onze leden, onze abonnees, heel hard geïnteresseerd zijn in de e-bikes. Vandaar ook dat we daar zwaar op inzetten. En alweer een test organiseren in een specifiek labo, waarbij dat we verschillende elektrische systemen op de rollenbank zetten, aangevuld met de mening van experts. En zo hebben we alweer op onze website maar liefst 800 resultaten van elektrische fietsen, waar de mensen zeker en vast hun ideale elektrische fiets kunnen terugvinden. Mag ik zeggen dat ik e-steps heel gevaarlijk vind? Ja, zeker. Wij vinden dat ook. Ja? Vandaar dat we niet hard meer inzetten op het testen van die specifieke modellen. Mm-hmm. En ik gaf daarnet al het voorbeeld van dat er op de spoeddiensten nu trauma's gezien worden die niet meer gezien zijn sinds de invoering van de airbag. Dus dat wil toch wel iets zeggen. En terug over de elektrische fietsen. Als je zou verder willen fietsen en dat niet meteen kan, dan heb ik ook goed nieuws, want we zijn ook bezig met de test van fietsdragers voor op de trekhaak. En leuk. Dat is misschien ook wel een interessant onderwerp. Dat kan ook een mooie zijn. Je neemt die fiets mee en je doet bepaalde verplaatsingen en dan zet je de auto aan de kant. Dus veel informatie beschikbaar, niet alleen over auto's, maar ook voor de andere weggebruikers. Ja, ja, absoluut. Heel goed. Ik nodig jou uit. Geef mij een seintje van zodra we het over die winter- en all-season banden kunnen hebben. Zullen we zijn zeker we benieuwd doen. Wie er maar heel, heel, heel weinig scoort. Ja. Ik kijk er naar uit. Oké, Steve. Merci. Tot snel. Jij bedankt.